Punten al gesprokkeld in het vergelijkklassement, dat is wel veel. 19 gele kaarten, 1 rode. Goeie tik van de Schoofs, de redding daar van Ilic op de poging van Marabti. Slim gezien door Rob Schoofs. Weer tot bij Rob Schoofs. Svet wil, gaat naar Walsh. Svet nog steeds voor doel. Ook Kuipers naar de eerste paal, dan blijft hij doorrollen. En is daar het schot van Storm en de goal! Waar het vorige week ook lukte, lukt het nu opnieuw, maar wel buitenspel. De vlag de lucht in en ook gefloten door Bouco. Vreugde op de banken bij Kortrijk. Door Nicolas Storm. Oh, bijzonder nipt. Daar zal Wesley Alen nog wel zijn werk mee hebben, maar kijk eens aan. Laat die bal maar lopen. Was het buitenspel of niet? Ik denk dat Wesley Alen nu aan het praten is met Bouco. Blijft het 0-0? Nee. Het is wel degelijk 0-1 voor KV Mechelen. Scheert de bal voorlopig even weg. Schoofs opnieuw met de bal in de grote baklijn. Sainsbury komt weg. Walsh maakt er wat van voor KV Kortrijk. Daar is Marabti. Krijgt een herkansing. Walsh. Wie kiest die uit aan de tweede paal? Uiteraard Storm. En de goal van Nicolas Storm. Tweede goal. Tweede assist van Sandy Walsh. En zo 0-2 voor KV Mechelen. 5 minuten na de 0-1 is het 0-2 voor Malin Wong. Prima naar die bal blijft kijken en dan in de eerste, of aan de eerste paal, Ilic de grazen neemt. Die daar. Dane, niemand voor het doel, dus moet hij even inhouden. Chevalier wel met de voorzet. Daar is de kopbal van Moreno tegen de paal. Bijna de aansluitingstreffer op 10 seconden van de rust. Daar gaan we nu naar kijken met de Chevalier. Uitstekende voorzet. Goede kopbal van Moreno. Want dan brutte pech. Omdat hij nou, een klein uur aan het voetballen. En alweer een hoekschop voor KV Kortrijk. Ingestudeerde variant. Dane wordt niet aangevallen. Geweldige goal! Geweldige goal van Christophe Dane. Werd niet aangevallen. En zet deze wedstrijd in vuur en vlam. 1-2. KV Kortrijk was al een tijd aan het komen. En die aansluitingstreffer is terecht. Kijk hier. Stond daar helemaal alleen. En denkt, oké, wordt niet aangevallen. Dan trap ik maar op doel. 1 hard. En vooral ook buiten het bereik van Koeken. En zo zeilt hij heel erg mooi naar het einde van de goal. Tegen de netten. 1-2. Kunnen wel gaan dreigen. Met K3. Maar snijdt die bal goed aan. Daar is Gay en de score. 2-2. Zat eraan te komen. De invallers doen het. En of Gay veel doelgerichter is dan Badamozi. Hij scoort opnieuw. En zal allicht Luca Elsner nu wel er eventjes lichtjes op wijzen. Op tijd komen. Goed aangesneden door K3. En dan Gay. Tweede zone, daar is Hermans. Kopt hem nog eens naar de tweede paal. En Camargo krijgt hem niet onder de lat. Nog een kans voor KV Mechelen. Van Andries op zoek naar Radovanovic. Weggekopt door Bateau. En dat is het einde van de wedstrijd. Zinderend van minuut 1 tot minuut 97. En uiteindelijk 2-2.